Zowel de noordelijke als de zuidelijke rijbaan van de ringweg worden binnenkort eenrichtingswegen. De wijzigingen gaan zondag 28 januari in. Er is bewust gekozen voor een zondag, omdat er dan minder verkeer op de weg is, zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van OV. Wip benadrukt dat de politie het geheel zal begeleiden. Als je komt vanuit de, bijvoorbeeld de Gongreepstraat, dan is de grens de Gongreepstraat aan de zuidelijke rijbaan. En daartegenover heb je dan de noordelijke rijbaan. Het zal zo zijn dat de noordelijke rijbaan, het verkeer dat komt vanuit de Washingtonstraat, dat verkeer zal dan in één richting opengesteld zijn richting het oosten, dus richting de Anamoestraat, richting Paramaribo Noord. En de zuidelijke rijbaan zal richting het westen, richting de Quattaweg, worden opengesteld. Okay. En vanaf zondag is het gewoon direct een eenrichtingsverkeer de ringweg? Ja, we hebben bewust gekozen voor een zondag, omdat zondag en vrijdag is dat we minder verkeer hebben. En dat de mensen ook kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Om het te implementeren op een werkdag verwachten wij veel meer problemen. Dus we hebben gekozen voor de zondag. En ik wil aangeven dat dit in feite gefaseerd wordt doorgevoerd. We beginnen nu vanaf de zuidelijke rijbaan. Is vanaf de Leo Heinemanstraat de ringweg. De ringweg gaat dan over in de Guaranistraat tot de Napelstraat. En de noordelijke rijbaan is vanaf de Johannes Vermeerstraat, ringweg. En die gaat dan over in de Amazonestraat tot de Napelstraat. Er komen verkeerslichten en voldoende borden om de verkeersdeelnemers te begeleiden. Het doel van deze maatregel is om de verkeersstroming te verplaatsen, zegt de WIP. We hebben het al heel lang voorbereid, al een paar jaar geleden is dit voorbereid. Als je kijkt, de ringweg bestaat uit twee rijbanen die nog op geen 50 meter van elkaar liggen. Dat betekent dat je veel meer conflicten krijgt op de kruispunten. Ten tweede is het zo, voor een vlottere doorstroming, en dan bekijken we niet alleen de ringweg, maar we kijken het totale traject. En moet je nagaan dat de toekomst, de ringweg, is geprojecteerd vanaf de Anton Drachtenweg tot naar het westen toe. Dus wij hebben nu dit deel gepakt en later zullen we de Washingtonstraat, de Munderweg, de Vliestraat, de Kernkampweg. Het is een integrale benadering en dat totale plaatje zal dan rondgemaakt worden. Wat is het totaalplaatje dat uiteindelijk door de gewijzigde verkeerssituatie deze kant een smooth verkeersverloop zal hebben? Ja, dus niet alleen de ringweg, maar als we het integraal bekijken, dat we dan een vlottere doorstroming willen bewerkstelligen met minder conflicten op de weg. En conflicten zijn aanrijdingen, bijna aanrijdingen, dat soort zaken, om die een beetje uit de weg te halen. En natuurlijk zal het gedrag van de weggebruikers ook natuurlijk moeten meehelpen om dat te realiseren. Ik wil de gemeenschap meegeven dat in het begin het wennen zal zijn. Mensen zal moeten wennen aan de nieuwe situatie en elke situatie doet een beetje pijn, om het zo te noemen, tussen aanhalingstekens. Maar het is wennen. Als we het eenmaal gewend zijn, dan zult u zien dat het heel anders zal zijn. Het is een vergelijkbare situatie als de Sofie-Redmondstraat. Tot zover Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van OV. Zowel de noordelijke als de zuidelijke rijbaan van de ringweg worden vanaf 28 januari eenrichtingswegen.